Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je laten zien wat ik bij de IKEA heb gekocht, want ik ben weer bij de IKEA geweest en ik heb er al vaker video's over gemaakt en ik merk dat die ook best wel goed ontvangen worden, dus ik heb daar weer wat aankoopjes gedaan, dus ik ga je gewoon laten zien wat ik dit keer bij de IKEA heb gekocht. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk maar gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd in beeld neerzetten. Ik begin met een item wat ik je eigenlijk niet kan laten zien. Ik zal een plaatje hierboven in beeld zetten. Het is namelijk de Billy boekenkast. Nou, het is een best wel bekende boekenkast van de IKEA. Alleen ik wil hem niet gaan gebruiken voor boeken. Ik was namelijk op zoek naar een schoenenkast. En de schoenenkasten die ze standaard hebben, daar kan ik niks mee. Die zijn gewoon niet goed genoeg voor mij. Ze zijn te klein, mijn schoenen passen er gewoon niet in. Dus dat werd hem niet. En toen viel mijn oog op de Billy boekenkast. Toen dacht ik van, hey, volgens mij kun je die ook prima gebruiken als schoenenkast. Want ja, heel veel mensen geven daar hun eigen indeling aan. De keuze was gemaakt, die zou ik meenemen. Ik vind het wel een beetje jammer, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ze hebben hem in meerdere kleuren. Ik vond zelf de bruin-zwarte kleur heel erg mooi. Maar die is gewoon 10 euro duurder dan de witte basiskleur. Toen dacht ik van ja, voor de kleur ga ik niet 10 euro meer betalen. Want ja, dan maar gewoon in witte. Want op zich, wit past ook overal bij. Maar ik vind dat wel een beetje gekkig dat de prijs zo variërend is. Het was ook nog wel een beetje een gedoe om hem mee te krijgen. Want hij was best wel zwaar en groot en hij moest naar boven. Is uiteindelijk allemaal gelukt. Dus ik ben wel heel erg blij met deze kast. Mijn schoenen passen er perfect in. Ik moet alleen van die schoenverdelers hebben. Daar moet ik nog eventjes naar gaan kijken waar ik die kan halen. Want Zeeman heeft ze gehad en daar kan ik ze niet meer vinden. IKEA heeft ze wel. Maar ik heb ze op dat moment niet meegenomen omdat ik niet wist hoeveel ik er nodig had. Dus daar moet ik nog even naar kijken. En dan staan mijn schoenen perfect in deze mooie Billy boekenkast. Dus ik ben daar heel erg blij mee. Het volgende item is deze stellingkast. Je ziet hem nu amper, maar ik laat hem een beetje zo zien. Hij is heel lang. Ik zal hiervan ook even een plaatje in beeld neerzetten. Ik heb hier zelf al een aantal kasten van. Dit zijn stellingkasten, die kun je voor zowel binnen als buiten gebruiken. En ik was nog op zoek naar een stellingkast voor boven. En deze zag er wel ideaal uit. Ik moet zeggen dat ze niet zo heel veel keuze meer hebben. Tenminste, ze hebben wel dingen, maar die zijn dan gelijk hartstikke duur. En ik vind het moet ook wel een beetje leuk blijven qua prijs. Deze is prima qua prijs en bevalt ook eigenlijk wel heel erg goed. Hij is heel makkelijk in elkaar te zetten en je kunt er prima spullen op kwijt. Ik heb er boven twee staan voor mijn boodschap. Ik heb er al eentje staan in mijn keuken. Dus hier kan ik dan mooi weer wat meer dingen gaan opbergen. Dus ik ga nog niet precies vertellen waarvoor ik hem ga gebruiken. Maar dat ga je in de vlogs wel zien, mocht je die ook volgen. Dus dat is deze. Ik ga de namen trouwens ook niet opnoemen hoor. Want die zijn vaak zo moeilijk dat ik ze mijn mond niet uitkrijg. Maar hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan heb ik weer een vrij basic item gekocht. En dat zijn deze opbergbakken. Die heb je al vaker voorbij kunnen zien komen in mijn video's. Dit zijn van die bakken met zo'n rits onderin. En ik vind deze heel erg handig. Er zitten 6 bakken in en ik gebruik deze bakken voornamelijk om ondergoed en sokken in op te bergen. Want ze passen ook heel goed in de ladekasten van IKEA en ze zijn gewoon super handig. Volgens mij kun je ze ook nog wassen mochten ze vies zijn. Ik dacht eigenlijk ook dat ze grijze hadden, maar die heb ik niet gezien. Maar deze zijn gewoon ideaal voor het opbergen van spullen. En dan kun je natuurlijk gewoon je eigen draai aan geven. Ik zei trouwens dat ik dacht dat je ze kan wassen, maar ik zie nu op de verpakking staan dat dat helemaal niet kan. Maar je krijgt er eentje van 1 grote vierkante. Dan krijg je een langwerpige en dan heb je nog 2 van die kleintjes. Ik hoop dat het hier een beetje goed op te zien is. Maar deze zijn gewoon echt ideaal. Dus daar was ik wel weer blij mee, want die was ik de vorige keer vergeten. Dan heb ik dit bakje gekocht. En je ziet hem waarschijnlijk nu niet heel goed. Je ziet hem zo iets beter. Dit is een bakje voor aan het rek. Ik heb de vorige keer bij IKEA zo'n ophangrek voor aan de muur gekocht. En die kun je dus zelf helemaal indelen. En ik was eigenlijk op zoek naar een soort van pennenbakje. Ik heb namelijk een aantal speciale pennen. Ik heb bijvoorbeeld een hele mooie pen van Nathalie en Frank gekregen uit Kroatië. Ik heb nog een pen van Giethoorn. Ik heb een pen van
Madame Tussauds en nou, nog een pen uit de dierentuin. Ik vind het wel leuk om daar mijn bijzondere pennen in op te bergen. Dus die kan mooi aan het rek hangen. Er zitten ook al haakjes aan, dus dat gaat gewoon ideaal lukken. Dus daar kunnen mooi mijn pennen in. Dat vind ik heel fijn. Ook voor dat rek heb ik nog deze clipjes gekocht. Die kun je er ook zo aanhaken en daar kun je dus wat aan ophangen. Er zit gewoon zo'n clipje aan. Kijk, je kan ze al iets bewegen en dan kun je er papieren aan hangen of een foto, net wat je leuk vindt. Je krijgt er twee. Ze hebben deze producten in verschillende kleuren. Ik heb ze ook in grijs gezien. Ik heb bewust gekozen voor wit omdat ik zelf ook een wit rek heb. Maar dat zijn ook hele handige items voor dat rek. En dan heb ik weer een beetje uitbreiding. Dan vond ik deze stift. En dit is eigenlijk zo'n krijtbordstift. Waar je normaal met zo'n krijtje aan de gang gaat, is dit gewoon zo'n stift. Ik heb bij de voordeur een... hoe ga ik dat goed uitleggen? Een tuindingetje staan. Daar kun je zeg maar beeldjes op zetten. En er zit ook een krijtbordje op. Dus het leek me super leuk om daar iets op te schrijven. Maar ik heb eigenlijk nooit krijtjes in huis. Dus zo'n krijtpen is eigenlijk ideaal. Want ja, hier kun je gewoon dus leuk opschrijven. En ja, ik heb ze al wel vaker voorbij zien komen bij bepaalde dingen. Maar nog nooit echt in het echt. En nu kwam ik hem bij IKEA tegen. Dus dat was wel ideaal. Dan heb ik twee boekenhoudertjes gekocht. Ze hebben bij IKEA best wel veel keuze. Alleen ik merk ook dat ze vaak per stuk verkocht worden. Je hebt bijvoorbeeld wel die grote beest. Daar heb ik al een setje van. En die worden dan wel per twee verkocht. Maar ik vond het ook wel leuk om iets leuks te hebben. Toen kwam ik deze tegen. Dit zijn gewoon de witte. En hier kun je dus je boeken tegenaan zetten. Boekensteunen heten ze eigenlijk. Daar kun je dus ook nog een fotootje in hangen aan de zijkant. Daar heb ik er dus twee van. En die zijn ook voor boven bij de knutselhoek. Want ik was er al een tijdje naar op zoek. En eigenlijk kon ik ze nooit echt goed vinden. Dus bij de IKEA hadden ze ze nu. Ik vergat er ook vaak naar te kijken. Maar nu heb ik ze in ieder geval weer. Dan heb ik een peper- en zoutstelletje gekocht. Ik vond het wel handig om dat te hebben. Nou wil ik hem heel graag gaan gebruiken voor nootmuskaat. Want ik ben zelf niet echt een groot peperverbruiker, maar nootmuskaat wel. En ik vond dat wel handig. Je hebt ook... je hebt een witte en een zwarte kleur. Dus je kunt ook goed uit elkaar houden wat waarin zit. Je zou er eventueel ook een stickertje op kunnen plakken waar je zout in hebt zitten en waar peper. Dus ja, gewoon heel compact, maar wel heel handig. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Want daar was ik ook al een tijdje na op zoek. En dit soort dingen, die kom je af en toe eens een keer bij een andere winkel tegen. Maar dat is dan vaak tijdelijk. En bij de IKEA hebben ze eigenlijk wel standaard. Volgens mij maakt het ook niet uit waar je peper en zout in doet. Al zou ik in de witte het zout doen en in de zwarte het peper. Omdat zout wit is en peper of nootmuskaat zwart. Dus deze. Dan heb ik nog drie keer dit rekje gekocht. En dit zijn eigenlijk de welbekende kruidenrekjes. Maar ik heb deze ook al eens eerder in een shoplog laten zien. En ik gebruik ze voor mijn nagellak. Deze wilde ik de vorige keer ook al heel graag hebben. Hadden ze ze toen ook niet. Ik zie ook dat heel veel mensen ze gebruiken voor hun parfum. Dus je kunt ook dit soort rekjes weer zelf indelen waarvoor je ze wilt gebruiken. Dus het is echt niet dat je er alleen kruiden op kan zetten. Ze zijn heel erg handig. Dus daar heb ik er dus twee, drie van. Oh, het lijkt of hier een barstje in zit. Nee, ik denk dat dat gezichtsbedrog is dit. Maar dat ga ik wel zien als ik hem open maak. Nee, ik denk dat het in het plastic zit. Gewoon een streep of zo. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Dan kan ik het lekker weer gaan ophangen. Dan heb ik deze schaal gekocht. En ik heb deze ooit gehad in een heel ver verleden. En toen werd die gebruikt als fruitschaal. Maar ik vond het altijd wel een hele handige schaal. En het leek mij wel heel erg handig om bijvoorbeeld als je patatjes hebt gemaakt of aardappeltjes, om die in een schaal te doen en dan even lekker wat zout eroverheen te doen. Je zou er ook salade in kunnen maken als je daarvan houdt.
Maar ook bijvoorbeeld wortelkruiden van vlees. Als je gehakt maakt, dan zou je het lekker in zo'n schaal dat je dan kruidt en dat je dan lekker veel ruimte hebt om te kneden. Dus dat vond ik wel ideaal. Ja, ook dit soort dingen kun je gewoon voor vele doeleinden gebruiken. Het is niet dat je het per se ergens voor kan gebruiken natuurlijk. Er zit hij is 28 centimeter. Volgens mij hebben ze hem in verschillende afmetingen. Ben ik nog zichtbaar? Ja, door de schaal heen. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee dat ik die weer heb gekocht. En dan heb ik ook gelijk het laatste item. En dat is deze hanger. Ik zag deze en ik vond hem zo leuk. Dit is een hangertje. Die kun je gewoon aan de muur ophangen. En ik vond de plaat die erin zit heel erg leuk. Want er staat dus beauty op. Ik zag deze al helemaal hangen bij mijn beauty hoekje. Volgens mij, je kunt er ook zelf een fotootje in doen. Maar je kunt er zelf wat in hangen als je dat leuk vindt. Maar ik vond deze plaat wel heel erg leuk. Maar je kan er dus altijd zelf nog wat bij doen. Ik vind de kleur ook wel heel erg leuk. Dus uiteindelijk heb ik hem toch meegenomen. Ik heb eerst nog wel getwijfeld. Maar hij bleef toch wel in mijn hoofd zitten. Dus ik heb hem uiteindelijk toch gekocht. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Dus ook deze hele leuke hanger die dan leuk bij mijn beautyhoek komt te hangen. Dus dat zie ik al helemaal voor me. Dan waren dit alle items die ik dit keer bij de IKEA heb gekocht. Het zijn er niet super veel, maar er waren ook een paar dingen die ik graag wilde hebben, ook niet op voorraad. Dus dat was wel jammer, maar achterin heb je altijd nog weer eens een keer een reden om terug te gaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij er een item bij vond zitten wat je heel erg leuk vond. Of dat je gewoon een favoriet item hebt wat ik heb gekocht. Ik heb in ieder geval zin om al deze spulletjes lekker te gaan gebruiken en lekker in elkaar te gaan zetten. En gewoon hier lekker mee aan de gang te gaan. Dus ik ben er in ieder geval super blij mee. Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button en daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien.